Natuurlijk ook weer voor. Voor NCC Nijkerk, Lars van Vliet. Dit heb ik wel eens beker gehoord, toch, in Nijkerk? KWC Kampen dan, met Luc Kwakkel. De Weidaars uit Tiel met Timo Lauwersen. Fietscrossclub Lichtenvoorde, Nout Garstenveld. Voor de Logsprinters, Emiel Ravenshorst. Voor Fietscrossclub Os, Luc Cadé. Voor FCC Nuland, Jan Kraus. Voor KWC Kampen, Julian Bijsterbos. Succes! Leg eens in bocht. Ja, dit is alweer zo'n finale waar ik me echt op verheug, want hier zitten er van hele rappe mannen. Onder andere Julian Bijsterbos. Kijk eens even, hij gaat ook als eerste hier. Gaat hij de bocht in, neemt daar Kraus met zich mee. Maar Julian Bijsterbos is de leading guy momenteel. Kraus kan alleen maar volgen. Maar hij zit er gelukkig nog wel heel dichtbij hoor. Dan krijgen we eventjes niks en dan krijgen we de 507 van Luc Cadé. Ook hij zit er nog goed bij. En KWC Kampen dan op plaats nummer 4 ook met Luc Kwakkel. Kwakkel dus op 4. Voorlopig aan de leiding, Bijsterbos 5-4-5 is zijn plaatnummer. Julian Bijsterbos, KWC Kampen leidt de dans. En kan Kraus nog iets uithalen? Dan moet het nu gaan gebeuren. Jan Kraus, de man die ook al heel wat bekertjes wist te winnen. Nationaal, maar ook internationaal op die tweede plaats. Maar de winnaar is Julian Bijsterbos. Hij is Drentskampioen 2015 in de categorie jongens 10 jaar.